Jongens, ik zie er nog steeds uit als een augurkje. Maar het maakt niet uit, welkom bij deze video. Vandaag zijn wij vrolijk wedergekeerd in ContentVenen en staan wij hier tegenover de ijzerfabriek, waarvan ik het ijzerblokje nog steeds niet een paar centimeter omhoog heb gebouwd. Maar het maakt helemaal niet uit! In de vorige aflevering, toen ben ik omgetoverd tot rare augurk, zoals jullie hier kunnen zien. Ik moet dit pakje volgens mij echt iets van een paar dagen aanhouden. Die zijn nog niet voorbij, dus hier zijn we wederom een augurk. Nee, maar leuk dat jullie op deze video geklikt hebben, jongens. Kijk! Ja. Dit is een echte augurk. Lekker. Ook al hou ik er niet van. Vandaag wil ik de video beginnen met een taakje die ik al dagen, nee weken aan het uitstellen ben. En dat is verder met de lelijke platte berg die hier is. Want elke keer als ik hier kom, dan kijk ik ernaar en is het echt... Dus laten we er een keertje gewoon iets moois van maken. Of even progressie op zijn minst. Ik weet niet hoe lang het gaat duren om dit mooi te maken, deze mega platte berg. En ik ben er een soort van over uit, maar ook weer niet. Dus weet je wat, laten we gewoon een timelapse starten. Dan kan ik er uren en dagen over nadenken. Wie weet, zit ik zo meteen niet meer in deze trui, wie weet wel. Dat is het mooie ervan. Het maakt helemaal niet uit. In ieder geval, veel plezier met kijken naar deze timelapse. In 3, 2, 1. Jongens, daar zijn we weer. We zijn inmiddels 6 uurtjes verder in het leven. 6 uurtjes. Is behoorlijk wat uur. En dan kan ik niet zeggen dat ik nou een complete 6 uur hier aan gewerkt heb. Wel minimaal 4 uur ongeveer. En dan denk je, maar waarom? Dat is toch veel te veel, weet je? Voor veel te veel uren en veel te weinig progressie. Nou, het kost eigenlijk best wel veel tijd, kom ik achter elke keer om dit te doen. En het is gewoon een heel breindood stukje werk wat ik vind, weet je? Vooral het uithakken is gewoon best wel saai. Maar in een timelapse ziet het er uiteindelijk wel heel leuk uit. En ik ben blij met het resultaat. Het is nog steeds niet af. Dat kan je natuurlijk overduidelijk zien. Laten we even een goed punt pakken. Zoals jullie kunnen zien, ik heb hier een beetje natuurlijk gewoon een soort cliff naar beneden gemaakt. En die netjes bovenop gevuld. Dan hier wat boompjes. En weet ik veel wat allemaal. Allemaal leaves en glazen spikes. Of glazen ijsspikes heb ik natuurlijk de lucht in laten komen. En dan hieronder, dus dit gedeelte als het ware, weet je. Dit ziet er allemaal nog niet uit. Maar dat komt omdat dat nog verder naar binnen moet. Want hier komen huizen. Kijk, ik heb het daar zelfs gemarkeerd. Daar komen huizen waar je die lijn ziet. Daar ook. En dan daar het hele blok moet er nog uit. En deze muur moet nog... Ik denk dat ik nog niet eens op de helft ben van het hele werk. Maar het is wel echt een stukje progressie. Daar ben ik heel blij mee. Omdat ik het zo lang uitstelde, telkens kan ik nu weer even trots zijn op mezelf dat ik het gedaan heb. En dan nu wil ik even mijn brievenbus bekijken. Want vorige aflevering weet ik dat ik brieven had gehad die ik nog niet had bekeken. Pop-up store, die weet ik sowieso nog niet. Maar laten we eerst naar meubelfabriek kijken van Justin. Beste Max, hierbij wil ik graag een fabriek reserveren. Het gaat hier om een meubelfabriek. Maak er maar wat moois van. Ik hoor graag zo spoedig mogelijk een antwoord, liefst Justin. Maar hij heeft zo weinig informatie achtergelaten. Justin, kom op. Een meubelfabriek, dat kan. Dat kan, want ik weet dat Floris natuurlijk een interieurwinkel aan het maken. En die moet ergens de meubels vandaan halen. Dus, laten we zeggen, als hij een meubelfabriek maakt, hoeft het niet zo groot te zijn als de ijzerfabriek, want daar hoeft hij... Het kan. Ik denk dat het wel kan, Justin. Ik ga er even over nadenken. Ik denk wel als een leuk idee. Pop-up store. Beste medebewoner. Er is een nieuwe tijdelijke winkel in ContentVenen. Dit is een pop-up store en zal alleen tijdens bepaalde dagen of seizoenen zijn.
De store bevindt zich schuin tegenover de grote boom in de stad. Dat is dus daar, de Halloweenboom inmiddels. Tussen de huizen van Anne en Rick en Noah. Je ziet daar een enorm grote griezelige pumpkin. In zijn grote mond zit een trap naar een grimmige kelder waar je Halloween details kan kopen om je huis griezelige details te geven. We verwachten je snel een keer in de winkel, anders gaan spooky achtervolgen. Mwahaha, grimmige groet, Anne, Rick en Noah. Laten wij gelijk even kijken, want ik heb natuurlijk de pompoen wel eerder gezien. Kijk, hier staat hij, maar ik wist niet eens dat dit een winkel was. Oh, het is sowieso heel grimmig geworden hier. Wat is dit? Testproject 34, resultaat dood. Huh? Hallo, ik ben Frit. In de pompoen. Nou, laten we even kijken. Er is inderdaad een trappetje naar beneden. En dan krijgen we hier kaarsen worden verkocht. Er worden cobwebs verkocht. Pumpkins. Oh, Jack-o'-lantern. Dat is wel heel leuk. Ah, hallo, Jumbo Wayne. Jumbo Wayne. Jumbo Wayne. Jumbo Wayne. Jumbo Wayne bedoelen ze waarschijnlijk dan. Welkom in ons grimmige winkeltje. Als je deze winkel betreedt, moet je iets kopen. Anders zal het niet goed. Oh, dat meen je. De prijzenlijst staat op de volgende pagina. Is dat serieus zo? Moet ik dan wat kopen nu? Maar ik heb letterlijk geen betaalmiddel bij me. Candle set van 3 is 5 ijzer. Cobweb set van 5 is 1 diamond. Normale pumpkin set van 10 is 5 ijzer. En pumpkin carved set van 5 is ook 5 ijzer. De betaling moet onder deze prijzenlijst. En vergeet niet, je moet iets kopen of anders. Ja, maar... Hallo, ik heb niet eens geld bij me. Wacht, laten we even geld ophalen. A few moments later. Ik heb geen ijzer meer, dus ik ga wel kijken wat ik allemaal met diamonds kan betalen. Cobwebs, set van 5. Nou, laten we 1 set van 5 cobwebs kopen, zo. Moet ik hier betalen. En een Jack-o'-lantern kost wel 10 ijzer eigenlijk, maar dat is het ding. Ik heb geen ijzer, dus ik betaal wel gewoon met een diamond. Vinden ze vast niet erg. Nou, kijk nou hoe leuk. Dit heb ik gekocht voor 2 diamonds. Ik voel me echt beroofd. Niet meer de winkel in gaan, want dan moet ik telkens wat kopen. Anders word ik gewoon opgezocht en weet ik wat allemaal. Dan gaan ze geesten gaan op me jagen. Laten we het gelijk even gebruiken. Mijn huis een beetje verspoken met letterlijk de minimale materialen die ik heb gekocht. Zo, daar die. En dan even kijken. Wat ga ik met de Jack-o'-lantern doen? Misschien kan ik die daarin hangen in plaats van mijn... lanterns. Doen we, hangen we een Jack-o'-lantern hangen we op, weet je. En hier ook. Gebruik ik het toch nog voor iets, weet je. Zo, kijk. Nou, nu is mijn huisje ook heel eng, hoor. het slaat helemaal nergens op. Oh, kijk, trouwens. Die hier kunnen we nog omveranderen. Nou, zo. Hoppakee. En dan hier binnen staat een barrel. Oké. Heb ik die niet eerder gezien. Grease the bees. Met 4 vuurwerk. Wat is grease the bees? Grease the bees? Grease the bees. Wat zijn het allemaal voor onduidelijke namen, jongens? Of ik ben gewoon dom. Dat kan ook. Waarschijnlijk is dat het. Ik heb er nou een geurkpakje aan. Ik ben waarschijnlijk gewoon dom. Beste koning Walnoot. Zoals u ziet is de stad in de sfeer van Halloween. Dat klopt. Ik ben net zelf ook meegegaan met de hype. Mijn idee was om een spookhuis te maken. Ik had al een leegstaand huis gekocht. En dit is perfect voor de plek. Maar ik heb nog niet genoeg ruimte. Mijn vraag is dan ook. Kan ik een kelder erbij maken voor meer ruimte en meer griezels? Met groet de Teletubby die rood is. Oeh, dan hebben we het natuurlijk over Julian. Julian bedoelt waarschijnlijk dat huis. Oh mijn god. Ik haat nu al deze. Ik haat jou. Nee. Nee. Hij bedoelt waarschijnlijk dit huis hier. En daar kan je een kelder bij maken. Ik weet niet of er zeg maar hoeveel ruimte je hebt. Maar ja. Julian, ik weet niet of je mijn video's kijkt, maar... Ja, het mag. Dan jongens, ik heb nog maar in Content Veen 13 diamonds. 13. En dan ben ik gewoon op. Dus ik ga er eentje terug doen. En dan ga ik deze 12 diamonds investeren in iets heel slims. Iets waar ik over na heb gedacht. Iets waar ik geld aan ga verdienen. Het is het beste plan ooit. Ik ga een vos kopen. En jij kijkt me aan. Jij zit mij gewoon... Jij zit me lekker aan te kijken. Dus weet je wat? We gaan jou kopen. En dan vraag je je vast af, Max, maar... Oh mijn god, Justin, nee. Oh mijn god, nee. Nee. Sorry, Justin, ik... Wacht. Waarom zat hij los? Oh mijn god, hij ontsnapt. Het gaat helemaal fout. Ik neem jou wel mee. Ik neem jou wel mee. Hallo! Kom het water in. Zo eng is het niet, het water. Kom nou. Kom. Oh mijn god. Echt waar. Ja, goed zo. En dan vraag je je vast af, Max, maar waarom koop je nou een vos? Dat is toch helemaal niet handig voor je laatste 12 diamonds. Hier in de kassa, hoppatee. Nee, dat klopt. Maar kijk nou hoe schattig die is. Oh nee. Kan je vos ook temmen? Of niet? Waarom heb je een houtblokje in je mond? Laat ze los. Los. Los, los. Kom gezellig binnen. Vossen vallen niet andere dieren aan, toch? Of wel? Vallen vossen andere dieren aan? Ik ga die met mijn vogel of zo aanvallen, hè? Dan vermoord ik je. Kijk, jongens, dit is vos. Waar gaan we vos neerzetten? Heel ongemakkelijk bij de rest, zo. Hey, hij matcht met het bed. Goed zo. Alleen ik vind vos een beetje een stomme naam. Toch, Arnold? Kijk, jij heet Arnold. Dit is Klodder. Sinds wanneer staat Klodder hier, trouwens? Wat fuck? Dit is Abraham en we hebben vos. Nee, vos is niet leuk. We gaan hem een leukere naam geven. Bij deze doop ik jou tot Jos. Jos de vos. En... Ah... Oh mijn god, ik schrik me rot. René is hier. En René heeft geen nametag. Waarom hebben mensen af en toe geen nametag? Dat is echt zo raar. Wat heeft ze? Ja, René, dit is Jos. René heeft wat voor me, zei ze. Dierentuin. Ja. Oh, ja hè. Ik heb nog belasting van de afgelopen 2 weken. Oh, 10 diamonds. We hebben weer geld. En nu ik eindelijk 10 diamonds heb,
kan ik daadwerkelijk iets kopen wat een investering is, waar ik geld aan ga verdienen. Het beste plan van Nederland. Maar namelijk deze banner. Ik vind hem gewoon cool. En hij kost maar 1 diamond. Dus in dat opzicht ben ik ook niet veel geld kwijt. Hier, doen we zo. Betalen we eentje. Ik vond deze gewoon cool. Dit zijn de Halloween special banners van Ben's Banner. Hoe leuk is dat? Dan moet ik toch wel gewoon van die special dingen hebben. Ik kan hem buiten plaatsen. Dan ziet het er nog iets. Ik zie ook gewoon de perfecte plek al erop, hè. Oh, ik zie het al. Ik heb het vast in mijn ogen. Bah, there you go. Nu is mijn huis helemaal af. Oké, maar serieus. Nu ga ik mijn diamonds echt even investeren. Een paard is maar 10 diamonds. Ik mis er 1. Ik heb er nog 1 in mijn bank. Het is alsof het vol gemaakt is, jongens. Dat moeten jullie toegeven. 10. Ik heb er nog precies 10. Anne zegt dat de belasting ook in mijn... Oh, ze heeft ook betaald. Nog meer diamonds. Ik ben echt de hele tijd gewoon aan het kloten en mijn diamonds aan het wasten. Ik zeg dat investeringen zijn. Maar dat zijn het niet. En de paarden stonden... Oh, niet hier. Huh? Heeft hij wel paarden? Nee, ik wil een paard... Oh, mijn god. Oh, jij lijkt op kwast. Oh, mijn god. Ik word even emotioneel, jongens. Dit paard lijkt op kwast. Weet je nou wie Kwast is? Laat het even in de reacties weten met een uitgebreid verhaal. Wie is Kwast, jongens? Kennen jullie Kwast nog van het begin van dit? Kijk, hij ruikt zelfs samen. Hij ruikt samen. Ik moet hem kopen. Kom. Hoe ga ik jou meenemen? Oh, wacht, trouwens, hier zit gewoon een poortje. Loop eens mee. Kom, Kwast, ik ga hier wel naar... Kom, paard, ik moet hier even naar beneden duwen. Ja, goed zo. Wat een goede uitweg is dit van Justin. Iel, het gaat regenen. Kom. Kom mee. Je lijkt echt op kwast. Volgens mij lijkt hij op kwast, jongens. Oké, jij bent een beetje groot om ook boven te... Wat? Je bent... Oh, hij is niet te groot, zegt hij. Ik ben eenzaam, hij praat er niet tegen me. Ik doe alsof ik hem hoorde. Weet je, we zetten je wel even hier gewoon. Je bent toch te groot om naar boven te gaan. Nu heb je ook nog... Ik moet je temmen. Ik heb appels nodig. Waar ga ik appeltjes vinden? Ik zit weer vast in de kopwebs. Ik haat deze kopwebs, echt. In de tussentijd heb ik wel... Nieuwe diamonds. Allemaal nog belasting, hè, van alle bewoners. Ook al ben ik niet echt meer koning. Oké, dan moeten we ook nog eens 10 diamonds hier betalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoppakee. Kijk, jongens, ik zei toch, we zijn met meer diamonds nu dan dat we begonnen. Het was een investering, die dieren. Daar kreeg ik diamonds van. Moeten we even naar de supermarkt, naar de Annie Heijn. Want daar worden blijkbaar name tags verkocht. Vis. Waar worden de name tags verkocht? Oh, name tag 1 voor 1 dia. Kijk. Hoppakee. Oh, ik moet niet hier betalen. Ik moet bij de kassa betalen. Hier, zo. Nee! Zagen jullie dat? Oh, nu zit ik weer voor 2 uur vast. Ik haat mijn leven. Bij deze doop ik jou tot kwast 2. Jongens, we hebben een nieuwe kwast. Ik weet dat ik kwast 1 nooit zou kunnen vervangen, maar... Je hebt zulke mooie ogen. Kwast 2. Hij is er. Wat een emotioneel moment. Bij deze even een flashback naar het moment dat kwast 1 doodging in Conrad Veen. Nee! Kwast! Kwast! Kwast, nee! Dan nu, jongens, dan wil ik oprecht even wat meer kopwebs kopen. En niet omdat ik nog meer Halloween-versiering wil. Of weet ik voor wat andere ongein eigenlijk allemaal. Het is geen ongein, dat is ik leuk. Maar, ik red het net niet. Het is iets voor in het industrieterrein, voor het nieuwe gebied waar we aan werken. Ik was bezig met de timelapse en toen keek ik naar de begraafplaats. Ik haat kopwebs. Toen keek ik naar de begraafplaats en toen viel me iets op. Even kijken, hoe duur is dit? 5 is 1 diamond, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diamonds. Dat is wel veel, maar ik heb het ervoor over. Maar ik keek naar de begraafplaats en ik dacht, hoe ga ik dat een soort van leuk maken? En tegelijkertijd ook afscheiden van de rest, want het is natuurlijk een begraafplaats. Dan moet je eigenlijk wel een hek omheen zetten. Dus ik dacht, wat nou? Als ik even met iron bars, wat stone bricks hier in ieder geval. Wat walls van cobblestone, verzinnen, weet ik veel wat. En iron bars en kopwebs een soort hekje maken. Maar heb ik nog kopwebs? Iron bars is de vraag, ja. Ik heb er nog genoeg zelfs. Dus laten we even kijken of we een soort leuk design kunnen bedenken. Even kijken hoor. Ik dacht misschien zo om de 5 als het ware, weet je. Moeten we om de 5 een pilaartje doen. Komt alleen net niet uit met hoe ik het wil. Kijk, en dan hier doen we het gewoon op deze manier zo. Sluiten we het netjes af. Wordt het wel iets krapper hier. Waar ik even even rekening mee moet houden. Maar dat maakt niet uit. Kijk, en dan nog 1 keer zo als kleine verhoging. Daarop walls. En hoe hoog doen we hem? Laten we zeggen zo hoog. Misschien eentje hoger nog. Oké, en hebben we dat gedaan. Dan daartussen doen we iron bars. Even kijken hoor. Doen we op deze manier iron bars tussen. Zo. Ik denk alleen niet dat ik genoeg iron bars ga hebben nu ik het zo zie. Ik denk dat ik echt veel meer nodig heb. En dat kost weer ijzer. Wat ik niet heb, want kijk. Dit zijn 100 miljoen anvils. En dat daar zijn 100 miljoen anvils. En dat kost 200 miljoen goud. Ik bedoel ijzer.
Maar gelukkig als deze ijzerfabriek open is, jongens. Oh, daar ben ik zo blij, hè. Dan kan ik zoveel makkelijker dit soort dingen bouwen. Dit kost normaal gewoon... Dit kost in het algemeen gewoon te veel. Ah, ik heb niet meer. Dit is heel vervelend dat ik niet meer heb. De koppeps komen zo meteen nog gewoon in de kwestie. Als je afvraagt waarom ik die eigenlijk heb, want ik heb ze nog niet gebruikt. Geen zorgen, geen zorgen. Ik heb er nog 51 kunnen maken. Echt letterlijk met het laatste beetje ijzer wat ik hier en daar van mezelf kon vinden. Als ik nu niet red, so be it, dan moet ik het later maar afmaken. Maar we gaan in ieder geval kijken tot hoe ver we komen. En misschien, jongens, nu ik het zo zie, we kunnen het nog wel eens redden, hoor. Ik denk, dit redden we gewoon. Ja. Oh, wat ben ik daar blij mee. Zo, oké. Dan nu doe ik hier de slap zo op deze manier. Slap, 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 slap en slap. En dan daartussen cobwebs. Ik weet alleen niet of slaps dan een goede keus zijn, maar volgens mij is dit serieus wel leuk. Het geeft een soort van prikkeldraad effect, weet je. Ik hoop dat het niet raarder uit gaat zien of zo. Laten we even kijken. Dit ziet er... Oeh, dat ziet er cool uit, hé. Ja, dit ziet er leuk uit. Dit bakent echt de begraafplaats daar af. En dan moet die eigenlijk daar beneden moet het ook nog gemaakt worden. Maar in ieder geval is het daar. Want je wil natuurlijk niet dat je... Dat zie je volgens mij meestal op een begraafplaats. Gewoon hekken ervoor, weet je. Dat, het is niet zoiets waar je zomaar in kan lopen. Dus hier ben ik wel heel blij mee. Ook al lijken de walls die ik ertussen gedaan heb, lijken nu wel gewoon een beetje op normale blokken. Misschien dat we er iets meer detail aan toe kunnen voegen, maar tot die tijd ben ik wel tevreden hiermee. Nou, één klein detailje wat ik in ieder geval vast kan doen is dit zo. Aan de buitenkant kan ik hier gewoon stairs op plaatsen, zodat het iets minder plattig is, weet je. Kijk, ja, beter. Als je hier loopt, voelt het ook wat veiliger, weet je, dat je hier misschien nog wat graven hebt en zo. Goed bezig zijn we weer in deze aflevering. Lekker veel progressie. Dan jongens, voor jullie. Er zijn nog aardig wat lege plekken. Hier moet ik nog iets bouwen. Is nog plek voor een klein... Ja, industrieel huisje. Hier beneden wil ik misschien een soort... Ik zei net graven, maar we kunnen er ook een leuk begraafplaatshuisje maken. Inie-mini kerkje. Terwijl je deze grote kerk, die helaas nog steeds onder de dingen zit. Maar die staat erboven, daar gaat het om hier. Dus ik weet niet of dat nodig is. En dan daar... Daar is zo'n rij. Daar kan 1, 2, 3, 4 huizen kunnen er komen. Daar kunnen 1, 2, 3 of 4 huizen komen. Er is nog zoveel ruimte voor huizen. Zodra zeker dit hier allemaal een beetje af is, dit gebied. Zodat het een beetje netjes uit is gehakt en zoals dat is afgewerkt. Maar dan moet ik wel goede reacties van jullie hebben, jongens. Goede tips, goede hints. Laat maar komen, laat maar komen. En like gelijk toch even de video. Zo stond ik nog steeds een augurkje of zo aan. Het is zo vervelend. Maar goed, jongens. Dat was voor vandaag weer deze aflevering. Dit gebied hier achter mij heeft me heel veel tijd gekost. Dus ik weet niet hoe lang de video is. Ik hoop dat er gewoon nog genoeg gebeurd is voor jullie en dat jullie tevreden zijn. Laat even weten wat vind je het leukste verhaal, progressie, een combinatie van allebei, timelapses, ik die laat zien wat ik bouw terwijl ik erover praat. Ik ben graag echt benieuwd naar wat jij specifiek het leukste vindt van Content Veen. Want we zitten inmiddels al volgens mij op aflevering 140 of zo, ik heb geen idee. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De fabriek hier achter mij wil ik volgende keer mee verder gaan, tenzij er weer wat gebeurt in Content Veen, waardoor ik met Frederik moet gaan vechten tot de dood. Of zo. Maar dat zien we dan wel. Dank jullie wel voor het kijken. En dan nu, ja, kijk lekker dit videootje. Want dit is het vorige Content Veen deel. Heb je die nou gemist? Moet je hem nu zien? Anders kom ik je opzoeken en dan ga ik je cola opdrinken. En nu dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Spreek je later, glasje water. Tot 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Yo!